Hallo allemaal, ik neem jullie mee naar een fijne hartmeditatie. Dus ik wil je vragen om rustig te gaan zitten. Maak het jezelf comfortabel. En adem zo een paar keer in en uit. En of je, als je zit, breng dan je kruin goed omhoog, je rug recht. En als je ligt, zorg dat je comfortabel genoeg bent en niet gehinderd wordt door ongemak. Er is een meditatie die het hart reinigt, die het hart opent en het hart geneest. Die jou in staat stelt zijn zuiverste toestand te realiseren. En terwijl je zo zit of ligt, breng dan de aandacht naar je hart. Het hart is de midden van de mens, te onderscheiden van het aardse midden beneden, het hara-punt, en het hemelse midden boven, de kruin. Om het hart ligt de borst, die zich verwijt als hij zich sterk en gelukkig voelt, en die benauwd wordt door onmacht. En adem zo rustig door je hart in en uit. Het hart, de verblijfplaats van jouw ware zelf. En uit het midden van het hart spreekt de mens geheel persoonlijk. Het zij als kleine ik, het zij als persoon die een uitdrukking is van zijn ware zelf. Eigenlijk is hart je werkelijke naam. En adem zo rustig in en uit door je hart. En de beleving van de mens tussen hemel en aarde stemt overeen met de plaat van de ziel tussen geest en natuur. En deze komt tot uitdrukking in het symboliek van het lichaam, het hart die zijn verblijfplaats heeft tussen hoofd en buik. Gebruik nu de kracht van de geest en de adem en richt deze maar op je hartcentrum, gelegen in het midden van de borst. Bij de inademing denk je aan licht. En bij de uitademing denk je aan licht. Bij de inademing denk je aan licht. En bij de uitademing denk je aan licht. Voel hoe het licht jouw hartcentrum masseert bij de inademing. Voel hoe het het hart verzacht en het gebied eromheen. Voel hoe het het hart opent. En het begint door te breken dat wat voor verstopping zich er maar gevormd heeft. Het doordringt, geneest en brengt nieuw leven in de diepte. Bij de uitademing kun je een opluchting voelen. De ontspanning, het weggaan van indrukken die uit het hart zijn verdreven. Bij de uitademing zou je misschien eerst een warmte voelen,
Maar naarmate je verder gaat, kan dit veranderen in een gevoel van wijsheid en licht. Bij het inademen wordt het hart geopend en genezen. Bij de uitademing wordt het gemasseerd. En naarmate de concentratie dieper wordt, schijnt het alsof de ruimte in de borstholte groter is geworden. Inademen denk je aan licht. Uitademen denk je aan licht. En zo bemerk je misschien heel langzaam dat het bewustzijn zich verplaatst naar een ander bestaansniveau. Het gebeurt heel subtiel. Ruimte en tijd verdwijnt enigszins uit het zicht. En dan word je bewust van jouw innerlijke ruimte. Het doordringt het innerlijk gebied als ook het uiterlijk gebied. En in deze ruimte vind jij de stilte. Inademen denk je aan licht. Uitademen denk je aan licht. Deze ruimte is alom tegenwoordig de hoogste vrede. Zwijgend, bewegingloos als een rots. In die zwijgende stilte wortelt je eigen zelf. Het is als je deze doorbraak in jouw besef voelt. Alsof je duidelijk in een grote en ruimere dimensie bent getreden van licht. Het is harmonieus, van grote schoonheid. Blijf bij de lichtadem en adem het licht er doorheen. Masseer het, open het, zodat de onrust van het hart tot vrede zal worden. Adem rustig het licht in en rustig het licht uit. De onrust van het hart zal vrede worden. Dus jij blijft bij die lichtadem. Stop niet. Als de lichtadem tot de vrede doordringt, stelt het licht van de lichtadem jou in staat om nog meer vrede te ontdekken. Adem rustig, licht in. Adem rustig, licht uit. En zo daal je af in vrede van je eigen wezen, dieper en diepere stilte. Uiteindelijk is jouw hart een oceaan van liefde en licht. Het lichaam is als een lichtend omhulsel, wit gloeiend en gedompeld. In een oceaan van licht. Een oceaan die het lichaam doordringt en even onmetelijk er binnen als er buiten is. En het is alsof het lichaam maar een vonkje is in deze oceaan. De oceaan van het hart, al doordringend
zuiver hart, vrede en licht, jij en jezelf, innerlijk, stralend in je eigen zelf, zuiver hart. Vrede en licht, jij en jezelf, innerlijk stralend in je eigen zelf, zuiver hart. En zo word je langzaam weer bewust van je dagelijks bewustzijn en de ruimte waarin jij je bevindt. Wil ik je vragen om deze vrede en licht in je hart te houden, terwijl het zo stormachtig is om je heen. En weet dat je altijd naar deze vrede en licht kunt terugkeren, wanneer jij wilt. Je hoeft alleen maar bewust licht in en licht uit te ademen door jouw hart, de verblijfplaats van je ware zelf. Namaste.